Nou ook weer in moet met zo'n regenpak. Nou, het is echt noodzaak aan de man. Het regent echt. Het is mijn been. Ja. Oh, ja, zie, ik doe het altijd verkeerd. Maar goed, nu kunnen we in ieder geval wel jijster fashionable. Ja, deze daarom. Ik vind hem ook echt leuk. Dus hij is iets te groot, maar ik vind hem top. Jij lijkt net een weerman. Nou, nee, maar je ziet er wel zo. Ja. Dat vind ik een compliment. Het is gewoon belangrijk dat je in de regen een beetje hip bent. Nederland is een prachtland, een welvarend land met de gelukkigste mensen op aarde. Er is alleen één ding. Voor vandaag dus een natte dag. Met name in de tweede helft van de middag gaat het stevig regenen. Waar we helaas niet onderuit komen. Je ziet zoveel mensen ploeteren door de regen. En heel veel mensen destijds in 2011, toen ik op het idee kwam, ook nog echt in heel onflatteuze kleding allemaal. Of juist helemaal nat geregend. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. En om niet van de regen in de drup te raken, zijn er tegenwoordig allerlei hippe survival middelen te vinden om het hondenweer het hoofd te bieden. Onvoorspelbare Nederlandse weer is echt perfect natuurlijk. Want het ene moment ga je de deur uit en schijnt het zonnetje. En het andere moment heb je opeens een bui op je hoofd. Nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een waterdichte wol. En uiteraard ook ademend, winddicht. Motregen, buitjes, noodweer. Met een gemiddelde van 100 minuten regen per dag druppelen. Of eigenlijk stromen de klanten binnen natuurlijk. Ik denk dat het een gat in de markt is. Met name ook omdat ik een ander product heb dan de standaard regenjas. Het is echt wat innovatiever en nog wat meer op het design element gericht. En daarnaast gebruik ik echt hele innovatieve stoffen die er gewoon niet uitzien als een regenjas. En dat maakt het zo speciaal. Dansen en zingen in de rain. Ja, maar eerlijk gezegd vind ik dit dus echt een best mooi pak. Nee, dat klopt. Kijk jongen, je bent zo strak in je pak gehezen. Je kent dat pak, die man ziet dat je alles kan lezen. Bij Mo kan je letterlijk alles lezen. Dus maak je XS. Eigenlijk is hij voor een vrouw. Ik heb misschien een half maatje groter nodig. Maar en wat jij aan hebt, hier kan je je wel goed mee vertonen. Ja, dit is eigenlijk gewoon voor mannen. Hier kan je goed in vertonen. Luister, Nederland, regenland. We komen allemaal op ons werk op de fiets. Je denkt, gods, kleren moet ik op die fiets duiken zonder jas. Mooie jassen die Luc en ik aan hebben. Jij daarentegen. Je betaalt er €230 voor. Nee, niet. Ja, nee, dat is niet een goedkopertje. Ongelooflijk. Maar ik vind het ook zo zielig voor ons. Hebben we een item over regenkleding en dan regent het weer niet. Hè, nee, dat hebben wij weer. Dat is een heel plaatselijk buitje. Ja, een beetje weer deze kant op. Heel goed. Maar, mijn haren gedaan. Maar wat kost dit van jou? Nee, deze kostte. Ik ga ook heel serieus. Deze kostte €300 plus. En deze 230. Maar laten we wel zijn. Jongens, het is nou eenmaal in Nederland gewoon altijd slecht weer. En een goed regenpak, dat lijkt soms een beetje. Dat je denkt, ga ik geen geld aan uitgeven? Maar moeten we echt doen? Het is toch heel raar dat we dat überhaupt niet deden? Want ik heb ook gewoon zo'n plofregenpak. Dat zie je er echt gewoon uit. Een soort. Jezus, jongens. Ik maar luister, sinds Chanel de runway heeft gedaan met regenkleding, gaan wij gewoon in Nederland ook hebben. Okay, het is echt een super, super uitgebaat worden. Kan je ophouden mee? Ik ben er echt klaar mee. Nou, nog één ding. Kijk, weet je wat ik het allerergste vind eigenlijk? Is zo'n regenbroek. Ja. Hey, maar dit is nou misschien meteen de oplossing. Maar even inzoomen op de. Het enige wat Bo vergeet is zijn laarzen. Want ik vind als je in de regen gaat, met die regenbroek, met die plofbroek, heb je ook die laarzen nodig. Nou, mijn schoenen kreeg ik er gewoon niet in. Ik denk dat we gewoon allemaal maar. Ja, we moeten maar even naar die winkel toe. Nee, maar het is wel zo. Nederland is eigenlijk het eerste land wat voordat de catwalkshows er waren. Dus voordat Chanel, Balenciaga eigenlijk speelden op de regenkleding, die over een half jaar overal in de winkel liggen, waren wij als Nederland een van de eerste die al onwijs coole regenkleding verkochten. Kijk, toch dus nog daar mogen wij trots op zijn. Precies, een zinvol einde van dit item. Bedankt, Nicky. Alsjeblieft. Zo.